Op zaterdag 25 juli organiseerde de studierichting Chemical Sciences en Engineering van het IGSR een open dag. Mevrouw Victorine Pinas vertelt hierbij eigenlijk meer hebben we over deze de informatiedag georganiseerd om studenten te laten zien, om eigenlijk kennis te laten maken, maar wat Chemical Sciences nou is. Ja. Wij hebben de pre-masteropleiding Chemical Sciences, vorig jaar zijn we daarmee gestart. Ja. En de eerste groep de studenten, die studeert dus dit jaar af en die zullen dan de masterfase ingaan. Wat we gedaan hebben is dat wij dus de studenten, dat we de samenleving willen laten zien wat we hebben afgeleverd. Ja. En wat we verder willen gaan doen met deze studenten en wat we gaan afleveren aan onze maatschappij. Enkele studenten van de Chemical Science and Engineering van het IGSR vertellen op deze open dag meer over hun ervaringen van de studie die ze de afgelopen jaar hebben opgeruimd. Nou, het is wel leuk. Ik vind de manier van lesgeven ook goed. En we hebben dan blokken met de vak, toch? En je volgt hem dan 2 weken streng. Heb je 2 weken vrij om te studeren en dan maak je een tentamen. Die primaatste is om jou als persoon op te krikken om dat niveau te zijn, zodat je wanneer de master voor dat je gewoon verder doorgaat. Het is niet dat je een struikelblok hebt. Hoe omvattend scheikunde is. Het is niet alleen scheikunde, je krijgt een heleboel wiskunde erbij, je krijgt een heleboel natuurkunde erbij, wat je meestal niet verwacht. En het is gewoon het begrip van hoe de wereld om je heen werkt, dat is enorm groot geworden. Zo was het heel veel lezen, want dit gaat veel verder dan wat je eigenlijk op de middelbare school krijgt. Je gaat eigenlijk helemaal terug naar de basics met elektronen en moleculen, hoe ze reageren en waarom reageert het zo. Dus die informatie, die leerstof heb ik dus zo op deze manier in het afgelopen jaar sowieso aangescherpt. Victorine Pinas hoopt dat veel studenten zich komen opgeven en inschrijven op deze 3-jarige masteropleiding en dat ze enthousiast blijven gedurende de hele studie. Hier moet je dus begrijpen wat je doet. Ja. Niemand kan hier iets uit het hoofd brabbelen. Ja. Wij leiden op om dus professionals op die direct inzetbaar zijn in de samenleving. En dat zijn zeker geen mensen die dingen uit het hoofd doen. Ik hoop dat ze massaal inschrijven en dat wij dus massaal professionals kunnen afleveren over 3 jaar die echt de maatschappij ingaan.